Hallo iedereen, welkom bij Love Bullet 2. Het is alweer een schone dag vandaag, weliswaar een beetje fris. Ik ben deze morgen vrij goed opgestaan en was heel blij, want vandaag, 1 maart, gingen de contactberoepen terug open. Dus dat wil zeggen dat ik vandaag bij mijn nagelstyliste geweest ben voor de eerste keer na 5 maanden. Ik wil ze eventjes bedanken voor die mooie nageltjes terug. Ik ben terug blij dat ze weer terug helemaal gedaan zijn. Na zo lang corona-stijl nagels, gaan we zeggen. Jullie hebben het misschien gezien in de vorige video's, dat mijn nagels ene lange, ene korte was. Dus vanaf nu zijn ze terug weer perfect. Wie zegt 1 maart, zegt ook een nieuwe maand. Zoals beloofd ga ik jullie vandaag tonen wat ik allemaal heb gemaakt voor de maand maart. De indeling blijft ongeveer hetzelfde, maar misschien dat ik jullie kan inspireren met hoe dat ik het gemaakt heb. We beginnen met de maandpagina. Ons thema voor de maand maart was bloemen. Dus ik heb hier allemaal tulpen getekend met dan de maand. Dan hebben wij de mood tracker. Deze heb ik gemaakt met Japanse kerselaar bloemetjes. Omdat ik dat een heel, heel mooi bloem vind. Dat is ook heel prachtig als dat in bloei staat. En dit zijn dan allemaal blaadjes. En dan hebben wij hier de kleurtjes die ik ga gebruiken, naar gelang hoe ik mij voel. Dan hebben wij de maandlog. Ook weer met die Japanse kerselaar. Heb ik ook in het midden een washi tape geplakt van Japanse kerselaar. Nu, die washi tape die heeft mij redelijk schrik aangejaagd, want ik dacht echt dat die niet op tijd ging komen. Het was het laatste pakje van AliExpress dat ik nog moest ontvangen. En het kwam maar niet, dus ik had echt schrik. En 3 dagen van vorige week, ja, de 3 eerste dagen van vorige week, een van deze, is hem aangekomen, dus ik was heel blij. Ik kon mijn pagina afwerken met mijn washi tape. Dus dit is een maandlog met een sticker van de maand. Jullie hebben het misschien gezien in het vorige filmpje, dat ik met mijn nicht een surprise box naar elkander had gestuurd. Allee, deze keer afgegeven. En die stickers van de maanden zaten erin. Dan hebben wij de weekindeling. Vandaag 1 maart. Het was complimentendag. Jullie weten dat ik met mijn nicht ook bepaalde belangrijke dagen in de maand accentueert in onze bullet. Dus vandaag was het complimentendag. Morgen begint bijvoorbeeld de jeugdboekenmaand. Dat ook wel leuk is. Dus heb ik hier een sticker van boeken opgeplakt. Ik hou ook heel veel van lavendel. Dus mijn weekindelingen zijn gemaakt met lavendel. Jullie zien hier bijvoorbeeld dat het de 8e... Wereld, internationale vrouwendag is, dan hebben wij zo een tekeningske. Volgende week zaterdag is het dan internationale pyjama-dag. Dus dan hebben wij een meisje in haar pyjama. En nog altijd de lavendel. Ik heb ook hier een beetje lavendelkleur gebruikt voor de kadertjes. Dan hebben wij de 16e maart 1 jaar corona. Dit hebben wij met zo'n tekentje aangeduid.
We hebben daar ook, en jullie gaan het verder wel zien, dat wij daar een speciale pagina voor gemaakt hebben. Omdat wij dat eigenlijk wel belangrijk vinden, dat wij nog een jaar verder zijn en nog steeds met die corona te kampen hebben. Wat dat wel niet leuk is natuurlijk. Dan hebben wij de zaterdag, ik moet even piepen, 21 maart hebben wij de lente dat begint. Weliswaar, we wachten er allemaal naar en hopen dat er heel snel terug goed weer gaat zijn. Hier heb ik terug een stickertje van lavendel. Dan hebben wij ten 28 maart het zomeruur dat begint. Ik heb een stempel gebruikt van in mijn surprisebox van een klok. Wat ik wel heel leuk vond, want ik had eigenlijk geen idee daarvoor. En ineens zag ik die stempel in mijn surprisebox en dacht ik van, dit is een klok, dus we kunnen deze gebruiken. Hier heb ik dan zakjes van met een tekeningsje van lavendel. Dan hebben wij onze speciale 1 jaar corona pagina. Waar dat wij dus allemaal nog mee te kampen hebben. Het is een moeilijke periode. We moeten even doorbijten. Ik hoop zeker dat het heel snel voorbij zal zijn. En dat ze heel snel ook versoepelingen gaan terugnemen. Want wij hebben nood aan mensen terug te zien. Gezellig in de tuin kunnen barbecuen met familie en vrienden. De zomer komt er ook stilletjes aan. Dus het is wel tijd dat wij een beetje versoepeling krijgen. Dan hebben wij onze gratitude-log. Heb ik ook nog altijd met die lavendel gemaakt. En dan paarse Sabilo markeerders. En dan de cijfertjes zijn in paars gezet met gelpen. De gratitude is ook gemaakt met erts en olief brushpennen. Ik vond dat heel schoon kleur. Dat paste wel bij de lavendel. Dan hebben wij onze braindump en onze goal. Hier heb ik ze in de vorige maand, hebben jullie gezien dat ik daar aparte blaren voor gebruikt had. Maar ik heb ze liever onder elkaar. Dat is voor mij gemakkelijker en vind het ook wel heel schoon zo. Dan, in het vorige filmpje hebben jullie dus gezien dat ik een surprisebox gekregen had van mijn nicht. Met allerlei materiaal in. Waar dat wij heel blij om waren. Zowel zij was blij van mijn box aan haar en ik haar box aan mij. En we moesten daar een pagina in maken van even om eens te testen wat dat wij kunnen doen. Hier heb ik de markeerders dat ik van haar gekregen had. Met de kleur dan. Ik had stempeltjes van brieven. Ik had snijmalen van planten. Ik had deze snijmal van het kadertje. Ik had zo'n vorm stickertjes. Ik had een stempel van lintjes. En daarin zien jullie, ik weet niet of dat jullie het goed gaan zien, een sticker dat je eigenlijk moest plakken en dan met een houten stokje erover wrijven voordat die sticker op je blad kwam. Deze heb ik dan daarin gestoken. Ik had stempels van sleutels. Ik had verschillende washi tapes en deze was plastieke plakband. Wat ik ook heel mooi vind. En dan had ik verschillende blaadjes gekregen van haar. Ik heb er daarvan twee soorten in karton en twee soorten in papier geprobeerd. En ik heb die gemaakt als ballonnetjes. Vond dat wel tof gedaan. Die rondjes zijn gemaakt met een snijmal.
dat eigenlijk ja, vrij goed ging in het papier dat ze mij gekocht had. Dat was wel heel tof om te maken. En dan hebben wij nog die glitter alfabet dat ik toen gekregen had. Dat is ook zo een van dat vorm stof. Dus dat is zo een beetje, ja, een beetje iets dikker dan of dat je het zou schrijven. Ik vond dat ook wel heel tof. En dan hebben wij natuurlijk ons eindpagina. En ik heb dezelfde lettertjes gebruikt dat er in mijn surprisebox was. Met dan printjes dat ik heb afgeprint van Printrest. Goodbye maart. Het is nog even natuurlijk. De maand is juist begonnen. Maar nu ga ik stilletjes aan ook gaan zoeken voor de maand april. Wat dat ik allemaal kan gebruiken. Ik wou jullie nog één dingetje tonen. Ik had zo van die maandmarkeerdertjes. En in mijn surprisebox. En deze heb ik hier geplakt. Dus iedere maand kunnen wij daar zo een markeerder aan zetten. En dan moet je niet de volledige bullet journal afgaan van waar was dat. Dus het is even gewoon dan je markeerder nemen. En dan ben je direct op de goede maand. Die komen van de AliExpress. Voilà, dit was mijn maand maart. Ondertussen gaat er binnenkort, ik ben aan het kijken hoe dat ik het moet doen, een Facebookpagina komen. Er gaat ook een verrassing binnenkort komen. En ik wil nog iedereen zeker en vast bedanken voor alle likes dat ik krijg, alle lieve berichten dat ik krijg, het aantal volgers dat ik krijg. Ik doe mijn best om iedereen zo snel mogelijk te kunnen antwoorden op de berichtjes. Jullie weten dat jullie kunnen mij momenteel via TikTok volgen, Instagram volgen en YouTube volgen. Voor de link voor het YouTube-kanaal kan je mij altijd een bericht sturen via Instagram. Dan kan ik u eventjes de link doorsturen. Ik zou zeggen, mensen, nog eventjes volhouden. We hopen op snelle versoepelingen. En ik zeg jullie allemaal, ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. Profiteer nog van het goede weer. En ik zeg jullie allemaal tot ziens. Dag.